En we hebben vandaag, zijn we heel, heel blij en heel fier, u vanavond in primeur niemand minder dan Vlemings voor te stellen. Björn Vlemings, welkom op Club Brugge. Waarom de keuze voor ja, Club Brugge? 5 jaar dan nog? Ja, ik denk gewoon dat het plaatje perfect bij mij past. Het is een club, een mooie club, een topclub. En ik was klaar voor een stap hogerop. Ik wil Europees voetbal spelen, ik wil meedoen voor de titel. Dus ik denk dat alles gewoon klopt. Dus de keuze was eigenlijk niet zo heel moeilijk. Het is allemaal relatief rap gegaan. Hoe komt dit? Ja, gewoon omdat het gevoel goed was. We hebben begin van de week dinsdag hebben we eerste gesprekken gehad. Ik met de technische staf. Ja, en vandaag is het allemaal rondgekomen. Dus ik denk dat mijn gevoel eigenlijk voor een heel groot deel beslist heeft. Sven Vermant, waarom de keuze voor Björn Vlemings? Ik denk dat die keuze wel redelijk duidelijk is. Ik denk dat Björn Vlemings een spits is die eigenlijk absoluut bij Club Brugge past. Die op korte tijd ook heel veel heeft bijgeleerd. Al getoond heeft in Mechelen wat hij eigenlijk in zijn mars had. Maar in die 2 jaar dat hij nu bij NEC zat, eigenlijk heel veel nog erbij toegevoegd heeft. En ik denk dat hij met zijn werkkracht en zijn strijdlust wel absoluut een spits is voor Club Brugge. Björn Vlemings is een grote vis. Hoe hebben jullie hem kunnen overtuigen? Ik denk dat in de eerste plaats altijd belangrijk voor een speler is dat het sportieve plaatje voor hem past. En ik denk dat met het plaatje dat wij uitgetekend hebben, de professionaliteit die wij willen brengen naar volgend seizoen toe, dat die eigenlijk heel goed bij hem paste. En dat het eigenlijk hetgene is dat hem over de streep getrokken heeft. Bij Club Brugge is er een grote reorganisatie bezig, ook met spitsentrainers. In hoeverre is dat ook mee een argument geweest om hier te tekenen? Ja, dat was een heel groot argument. Ik bedoel, ik heb nu 2 jaar NEC achter de rug, waarvan 1 jaar mijn spitsentrainer. Ik maak direct 18 golen. Ik bedoel, dat zal wel er iets mee te maken hebben. En ik ben 25. Ja, ik moet nog veel bijleren. En ik denk dat er een spitsentrainer is die alleen maar met de spitsen bezig is, die hele trainingen, hele dagen lang op de spitsen moet letten. Maar dan kun je alleen maar bijleren, dus dat is positief. 2 seizoenen geleden speelde je nog bij KV Mechelen. Je hebt nu 2 seizoenen in Nederland gespeeld. In hoeverre ben je verbeterd in die 2 jaar? Ja, heel veel. Ik denk op technisch gebied dat ik enorme stappen heb gemaakt. Ja, qua aanname, qua voortzetting van het spel. Het is niet alleen maar lange ballen in duel gaan. Het is ook meer mee voetballen. En, dat was ook belangrijk. En dat heb ik nu gedaan. En, ik wil in Brugge laten zien dat ik klaar ben voor de top. Kan ik zeggen dat de keuze voor Club Brugge een beetje ook een keuze van het hart was? Ja, ik bedoel, Brugge is altijd een ploeg geweest die bekend stond voor de strijd. En de strijd zit ook in mij. En ik denk dat wel een perfecte match is. Ja. 5 seizoenen heb je getekend voor club? Dat is wel lang, hè? Ja, dat is lang, maar dat is alleen maar goed. Dat is teken dat ze vertrouwen hebben in mij. Dus ik ga het vertrouwen niet beschamen.